we hebben natuurlijk in 2013 die klok geleverd. Daar waren we heel trots op. Een heel eervolle opdracht. En ja, onze klok hangt daar. Zo voelen wij het. Onze klok hangt daar in die Zuidtoren. En we zouden het toch wel heel jammer vinden als ook die klok beschadigd zou raken of verloren zou gaan. Het grote gevaar zit niet bij het opwarmen van de klok. Dat doen we hier in de fabriek ook wel. Het zit hem juist daarin dat een enorme temperatuurdaling als gevolg van het blussen kan leiden tot spanningen en scheuren in de klok. En die scheuren zijn dan meestal ook onherstelbaar. Je krijgt toch een bepaalde band met zo'n klok en uiteindelijk je kunt wel een replica maken of een reconstructie, maar niks is toch zo goed als het origineel.